Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom in de Bali. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Rick Zeveke. Ik ben programmamaker hier bij de Bali, verantwoordelijk voor de onderwijsprogrammering. En u bevindt zich in aflevering 8 van de reeks Mijn Idee voor Onderwijs. Waarin wij altijd één spreker ruim het podium geven om zijn of haar gedachten te delen over het onderwijs, over het doel van onderwijs. En we hebben vanavond, denk ik, weet ik, hoop ik, een hele mooie spreker voor u. Voordat ik hem en de andere twee gastsprekers ga introduceren, allereerst van harte met de Nationale Onderwijsweek. Wie wist er eigenlijk dat het Nationale Onderwijsweek is momenteel? Oh, dat zijn wel de meeste mensen, gelukkig. Om een beetje de indruk te krijgen van wie we in de zaal hebben. Wie is er docent? Geweest, hoor ik hier op de voorste rij. Redelijk veel docenten. Docenten in opleiding? In. Schoolleiders? Een aantal. Schoolbestuurders. Heel fijn dat jullie er zijn, tweemaal. Die komen meestal niet opdagen, dus hulde. Hebben we wetenschappers in de zaal? Ook een aantal. Journalisten? Twee. Politici? Nee. Gaat het hier over inhoud, hè? De toezicht, hebben we toezichthouders in de zaal? Twee. En Frank, ja, je bent natuurlijk een vaak geziene gast hier. Dus wederom welkom dat je er bent. Ik ben vergeten de mensen thuis te verwelkomen. Wat fijn dat jullie kijken via de livestream. We gaan vanavond luisteren naar het verhaal van Jozef Kessels. Als ik over iemand met recht kan zeggen dat hij al lang bezig is met hoe je leeromgevingen ontwerpt, hoe leren werkt, hoe je leren in een organisatie organiseert, dan is het wel Jozef, denk ik. Hij was de eerste hoogleraar Human Resource Development in Nederland aan, ik geloof, de Universiteit van Leiden, dat was. Is ook verbonden geweest aan de Universiteit van de Open Universiteit in Amsterdam en zwaait morgen af bij de Universiteit in Twente. Heeft ook een eigen bedrijf, adviesbedrijf gehad en heeft ook met allerlei talloze bedrijven gewerkt. Hij zal vanavond zijn Mijn Idee voor Onderwijs presenteren aan u. Dat duurt ongeveer 3 kwartier 50 minuten. Daarna gaat hij in gesprek met twee jonge mensen die hij heeft uitgenodigd om wat verder te praten over datgene wat hij daarvoor vertelt. Dat zijn Elwin van Keulen. Hij is technisch coördinator bij FC Cambuur, de betaald voetbalclub. En tevens deelnemer van Studio, de leergang hier bij de Bali. En Femke Keren, zij is psychobioloog, is haar achtergrond. En ze is medeontwerper van de Bildung Academie hier in Amsterdam. Zij gaan na de lezing van Jozef met Jozef in gesprek ongeveer 15 minuten. Daarna heb ik nog een paar vragen die ik graag zou willen stellen en daarna wil ik graag het gesprek openen naar u. Dus als er vragen opkomen zo meteen, schrijf ze op, onthoud ze en u krijgt gelegenheid om ze te stellen. Dat voor alle huishoudelijke mededelingen. Mag ik een hartelijk applaus voor Jozef Kessels, alsjeblieft. Dankjewel, Rick, voor de mooie introductie vanavond. Beste mensen, collega's, heel fijn dat jullie er zijn. Ook spannend. En ik zou jullie graag willen deelgenoot maken van een aantal vragen die mij nu heel sterk bezighoudt rond het onderwijs. En die zoektocht, ik heb zo een werkbriefje geschreven, gaan voor mij op het ogenblik vooral rond een lastige spanning die ik zie tussen, als we kijken naar de functie van het onderwijs, van de ene kant die kwalificerende functie. Je wil graag mensen voorbereiden op een betekenisvolle loopbaan later in het leven. Dat ze ook zelfstandig hun kost kunnen verdienen, zinvol werk kunnen doen.
En daarnaast wil je ook heel graag, of misschien wel op de eerste plaats, dat het onderwijs een vormende functie heeft, waarbij je leert of kunt verkennen wie ben ik en wie zou ik willen zijn en hoe zou ik dat moeten inrichten, hoe kan ik dat met anderen voor elkaar krijgen. Dat is één thema. Het tweede thema wat me erg bezighoudt is, en dat zien we nu bijvoorbeeld in deze Nationale Onderwijsweek, we kunnen best trots zijn op het onderwijs in Nederland. We begeven ons op een hoog niveau in de internationale vergelijkingen. Er is een tal van dingen op aan te merken, maar in feite zijn we toch een soort hoogvlakte en hier en daar hebben we daar zelfs wat pieken in. En dat hebben we voor elkaar gekregen omdat we heel sterk inzetten op die kwaliteit. En om het voor elkaar te krijgen, leggen wij ook een zware nadruk op presteren en hoge resultaten boeken. En dat gaat op een gegeven moment zijn tol eisen. En ik denk dat het zijn tol gaat eisen, onder andere dat zich dat gaat uiten in de bevlogenheid van leraren die daar eigenlijk niet voor gekozen hebben. Ik heb vroeger gekozen voor het leraarsvak omdat ik het ontzettend leuk vond om met jongeren aan de slag te gaan. Ook om ze te helpen een paar barrières die ik zelf heb ondervonden om daar minder last van te hebben. Dus je zou kunnen zeggen een pedagogische inslag. En ik voel langzamerhand, en dat zet zich door tot de dag van vandaag dat ik aan de universiteit lesgeef, dat die druk om te presteren mijn bevlogenheid in de klem zet. Nou, dat wil ik ook verder verkennen, wat we daarin zouden kunnen doen. Die hoge lat is fantastisch voor jongeren met een goed stel hersens, met een fantastische ondersteuning thuis, een rijke taalcultuur, mogelijkheden om financieel bijzondere dingen te doen. Maar we hebben ook jongeren waar dat niet zo makkelijk mee gaat. En ik zie dat zij in dat hoogpresterende onderwijs vaak een zwakkere leeridentiteit ontwikkelen. En daar ben ik vooral achter gekomen, want ik ben niet in het onderwijs begonnen. Ik ben begonnen met opleiden en leren ontwikkelen in het bedrijfsleven. En de jongeren die uit het onderwijs vallen, vallen niet uit Nederland. Die blijven er gewoon. En die kregen wij binnen bedrijven op laag opgeleide functies. En moesten daar ook weer bijgeschoold worden om bij te kunnen blijven. En dan merkte je hoe vervelend het is om als volwassene te moeten erkennen, ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Maar om het veiligheidsexamen te kunnen doen, moest ik wel een test doen met 40 multiple choice vragen over juridische teksten. En wij ons er maar inzetten voor een leven lang leren. Voor veel mensen is dat idee, dat concept van een leven lang leren, een vorm van levenslang. En daar zou ik graag iets aan willen doen. En dat brengt me natuurlijk op het kernpunt. Ik ben daar nog niet goed naar uit en ik zou het ook aardig vinden als we daar vanavond nog wat van gedachten over kunnen wisselen. Als het gaat om die waarde van het onderwijs en die kwaliteit tot uitdrukking brengen. We zijn zo gewend dat we dat doen aan de hand van voorgeschreven eindtermen, exameneisen, curriculuminhouden, de kanon, welke vorm het ook krijgt. We willen graag dat er een heleboel basiskennis in is en dat we dat ook met een grote mate van zekerheid en betrouwbaarheid kunnen toetsen. Want anders zouden we ook niet een diploma kunnen afgeven met een zeker civiel effect. En ik stel daar vraagtekens bij. En ik ben op zoek naar een vorm van kwaliteitszorg in het onderwijs die niet op de leerstof gericht is, maar op wat je zou kunnen zeggen kennis als een duurzame bekwaamheid. En dat betekent dat ik het niet erg zou vinden als een heleboel mensen allemaal verschillende dingen zouden kunnen en weten. Dat is trouwens nu ook het geval. Als je in Amsterdam gestudeerd hebt aan een hbo-opleiding of in Maastricht, je hebt hetzelfde diploma voor een bepaalde studierichting, maar er gaat heel iets verschillends onder schuil. En we weten dat wel, maar we praten er niet over. Dus zo erg is het ook niet om dit aan de orde te stellen. Ik wil heel graag beginnen met je zoekt natuurlijk volgens een avond een soort thema wat je raakt, waarvan je denkt van, nou dat zou ik als voertuig willen gebruiken voor onze gedachtenwisseling. En ik ben al een tijdje bezig en ik maakte me vreselijk zenuwachtig over hoe we dat zouden doen.
En op 2 september is er een journaalitem waar Marco de Brummelstoet optreedt. En dat is een collega hier in Amsterdam aan de UvA. En die heet ook de fietsprofessor. En het gaat over een stukje over het verkeer voor kinderen in Nederland. En dat het door de drukte van het verkeer het steeds lastiger wordt voor kinderen om naar school te fietsen. En hij zegt aan het eind, en daar gaat het me eigenlijk om voor vanavond, een zinnetje. En dat is mijn kapstok voor vanavond. Ik heb toestemming van de NOS om dit aan u te laten zien. Wordt steeds gevaarlijker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van politie en verzekeraars. In de eerste helft van 2014 waren ruim 2600 kinderen tussen de 4 en 18 jaar betrokken bij een ongeluk. Dit jaar zijn dat er al bijna 3100. Dat is een stijging van 18%. Het aantal kinderen dat in het verkeer gewond raakt, daalde wel. Maar politie en verzekeraars spreken niettemin van een zeer zorgelijke trend. Ze schrijven die vooral toe aan de drukte op straat. Hij komt de gevaarlijke plekken zelf tegen als hij zijn dochter naar school brengt. Ik wil stoppen bij de driehoekjes. Stoppen. Nou, dit is een kruising waar het autoverkeer 50 rijdt, waar snorscooters en scooters op het fietspad rijden. En waarbij je eigenlijk in 2 stappen moet oversteken, wat met een klein kind echt een angstige situatie is. Zo moet het niet. Zo moet het absoluut niet. Hoe het beter kan zien we in Nijmegen, waar ze veel geld steken in veiliger fietsen. Een hele grote lagere school, meer dan 1000 leerlingen. En die leerlingen moeten natuurlijk veilig naar school en dat kan via deze snelfietsroute. Deze route die loopt dwars door de hele woonwijk heen, dus alle buurten takken aan op deze route. Dan komen we hier bij de busbaan. En door de lage heggetjes heb je heel goed uitzicht op of er een bus aankomt en of je veilig kunt oversteken. Wat ook is dat wij het best moeilijk maken om met de auto hier bij de klif te komen. Nou, volgens mij zijn de maatregelen die we kunnen nemen zijn relatief simpel. En dat betekent op een weg als deze de snelheid omlaag brengen. De auto, zeker op tijden dat kleine kinderen naar school gaan, een regime voeren waarbij er 30 wordt gereden in plaats van 50. Dat zal heel erg helpen. Ik denk dat bij scholen, rondom scholen, het heel erg zou helpen als het ontmoedigd wordt dat ouders hun kinderen met de auto naar school gaan brengen. Eigenlijk is investeren in fietsinfrastructuur relatief gezien goedkoop. En als je ziet wat je voor dat geld aan asfalt kunt aanleggen, is dat maar een heel klein beetje. Dus relatief gezien is het heel goedkoop. Als je kijkt dat kinderen in Nederland de gelukkigste kinderen ter wereld zijn, en dat dat een groot deel te maken heeft met een gevoel van autonomie, dan zouden we als land, wat mij betreft, heel veel moeten investeren om die kinderen autonoom naar school te kunnen laten fietsen. En dan is iedere euro die we daarin investeren, is volgens mij goed besteed. Je voelt hem al aankomen. Marco zegt, onze kinderen zijn de gelukkigste ter wereld. En dat hangt nauw samen met de grote mate van autonomie die wij de kinderen geven. En hij verbindt er in zijn vak aan vast. Als wij nou die kinderen naar school moeten gaan brengen met de auto, nemen we ze een stuk autonomie af. Maar die autonomie geldt natuurlijk niet alleen voor de ochtend en de avond van en na de schoolfietsen. Die autonomie geldt voor de hele schooltijd. En daar wil ik graag een zoektocht naar doen van hoe zouden wij die autonomie van jongeren in het onderwijs sterk kunnen uitbreiden. Er doen zich een paar problemen, dat is mijn hoofdthema vanavond. Er doen zich een paar problemen voor. Ik zou die kunnen vatten onder deze twee beelden ik heb ze eigenlijk gekozen voor de mentaliteit, de sfeer die ze uitstralen. Aan de linkerkant is een stil uit de film Farinelli van Gérard Courbiot. Mensen die van muziek houden, die weten dat misschien dat Farinelli een beroemde kastraat was in de 18e eeuw. Heel Europa doortrok, een soort Michael Jackson van zijn tijd. Vrouwen waren dol op hem, niet dat dat veel uitmaakte. Maar het gaat mij er eigenlijk om de gedrevenheid, de energie, de ongedurigheid. Ook het flamboyante wat er in dat plaatje schuil gaat. Aan de rechterkant, schitterend portret van Holbein, schilder Holbein. Een klassieke portret, een gezaghebbend persoon, groot, rijk, uitgedost. En wat ook heel bijzonder is, dat deze man, deze gezagsdrager, zich laat afbeelden met een steekwapen op de buik. En daar spreekt ook iets uit van, ga je gang, maar ik bepaal uiteindelijk wat er wel goed en niet goed is. En als je niet gehoorzaamt, zal ik niet terugdeinzen om geweld te gebruiken. Echt het machtsmonopolie.
Nu Willem-Alexander ook een statieportret heeft gekregen. We zouden het niet meer accepteren dat we een staatshoofd zouden hebben die zich met een pistool op de buik laat afbeelden. Gelukkig zijn die tijden veranderd. Maar onder die plaatjes gaan die elementen schuil die zowel een rol spelen bij het denken over de inrichting van het onderwijs, maar precies zo ook voor de mensen die daar werken. Onze collega's, leraren en medewerkers. En aan de ene kant onder Farinelli, daar willen we ons inzetten voor kennisontwikkeling, talentontwikkeling, want we willen het beste uit kinderen halen, wat erin zit. De pedagogische doelstellingen die in de schoolplannen staan zijn echt heel mooi. Wil je die kennisontwikkeling ruim baan geven, dan is het belangrijk dat je kunt gebruik maken van die natuurlijke nieuwsgierigheid om te weten, om te kunnen. Het kan ook alleen maar als je je werk betekenisvol vindt. Dat het iets met jou te maken heeft. Het gaat makkelijker als het voortkomt uit een zekere gedrevenheid en passie. Dat je het kunt doen met mensen met wie je vertrouwt en waar ook die omgeving veilig is. Net zo goed als we die kleine kinderen veilig naar school fietsen, zo moet die leeromgeving ook veilig zijn. Het werkt beter, dat zien we ook steeds meer terug in onderzoek, naarmate die autonomie, die zelfsturing en die vrijheid groter wordt. Iets wat moet groeien, moet kunnen bewegen en heeft daar ruimte voor nodig. Een heel belangrijk concept in dit verhaal van kennisontwikkeling is het geloof in eigen kunnen. De sociale psychologie heeft er een prachtig begrip voor, de self-efficacy. En steeds weer zien we in onderzoek dat die self-efficacy, het geloof dat jij dat kan, een krachtiger voorspeller is voor succes in je leerloopbaan of in je latere carrière dan bijvoorbeeld intelligentie of formele opleiding. Laat me even kijken of we in ons onderwijs in staat zijn om dat geloof in eigen kunnen te voeden of dat we daar voortdurend inbreuk op maken. Daar hoort ook bij zin in leren en onderzoeken. En dan bedoel ik niet het academische onderzoek met statistiek en vragenlijsten, maar wat de Engelsen zo mooi noemen, die inquisitive mind. Het nieuwsgierig zoeken van hoe komt het dat dit zo en zo zit? Hoe zou het anders kunnen? Mij fascineert dat en dat, ik zou wel willen weten. Dat type onderzoek en zin in leren bedoel ik. En natuurlijk ook het samen optrekken. We weten uit de sociale psychologie al heel lang dat dat leren in sociaal verband heel krachtig en belangrijk is. Maar in het onderwijs, als het er echt op aankomt, zetten we mensen weer apart aan tafeltjes en maken we niet gebruik van dat sociale aspect van leren. We blijven individueel toetsen en examineren. Dat is het ene rijtje. En iedereen ervaart dit ook als weldadig als je werkomgeving of je leeromgeving daaraan tegemoet komt. En tegelijkertijd doen we dat in een omgeving waar gepresteerd moet worden. De PO-raad, de VO-raad, de HBO-vereniging hebben prestatieafspraken met de minister gemaakt. En we moeten dat binnen de school ook vertalen in toenemende kwaliteitsverbeteringen. En om die prestatieafspraken waar te kunnen maken, heb je eigenlijk een tal van administratieve regels nodig om dat te vergemakkelijken. Dat brengt ook ordening in het stel aan. Het gaat ook makkelijker als je het kan doen met een krachtige centrale sturing. Dat geeft duidelijkheid, geeft helderheid, weinig verstoring in die grote boodschap. Maar het vraagt ook dat je kunt rekenen op de gehoorzaamheid van medewerkers. Nou zijn we in Nederland niet zo heel goed in het gebruiken van het begrip gehoorzaamheid, maar in feite is mijn arbeidscontract wat ik heb een contract wat de gehoorzaamheid regelt met mijn werkgever. Jozef, je mag hier bij ons komen werken. We bieden je een marktconform salaris. We bieden je een arbo-goedgekeurde werkplek. En in ruil daarvoor doe jij wat wij van jou vragen. En als dat niet het geval is, dan krijgen we een arbeidsconflict. Ik zet het wat scherp, maar dat is wat elke jurist je kan uitleggen wat de betekenis is van een arbeidscontract en de gezagsrelatie. Zeker in het onderwijs, waar we heel veel geld verspillen van de belastingbetaler, is het natuurlijk belangrijk dat we hoge kwaliteit leveren. Dus bouwen we ook systemen van kwaliteitscontrole. We moeten daar over onze handelen en zeker onze uitgaven verantwoording afleggen. En een slager kan natuurlijk niet zijn eigen vlees keuren, dus daarom hebben we een uitgekiend systeem van accreditatie, toetsen, toezicht en inspectie. Dat is mijn rechterrijtje. En het pijnlijke is
dat de rechter rijtje heeft de neiging om het linker rijtje op te eten. Terwijl in het linker rijtje de doelstellingen zitten die je graag zou willen bereiken. En dat vind ik een heel lastig dilemma, een grote spanning en een paradox, waar we in het onderwijs met een tal van andere werkverbanden mee te maken hebben. En we zijn ook echt op zoek naar hoe we die paradoxen op een hoger niveau zouden kunnen oplossen. En daar probeer ik wat bouwstenen voor aan te dragen. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door Frédéric Laloux. Ik weet niet of jullie het boek kennen, Reinventing Organizations. Het is alleen al interessant om het te lezen als geschiedenis van civilisatie in werkverbanden. En komt uit bij kenmerken van het werkverband, de organisatie waar we nu naartoe gaan. Het kan eigenlijk alleen maar betekenisvol zijn als we naar vormen van zelfsturing en gedeeld leiderschap gaan binnen een werkverband. Het lukt alleen maar als je dat kunt doen rond levende en betekenisvolle doelen. Het werken voor de aandeelhouderswaarde is niet voldoende om gemotiveerd aan de slag te gaan. Zeker in kennisintensieve organisaties is het niet te verdragen dat er ergens op de beurs een anonieme aandeelhouder is die de eigenaar is van mijn kennis. En toch organiseren we het nog op die manier. Daar hoort ook bij dat ik me in het werkverband thuis moet kunnen voelen. En thuis voelen doe ik omdat mijn talent er echt toe doet en door de ander erkend en gewaardeerd wordt. We hebben de mond vol over verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid, maar je kunt alleen maar verantwoordelijk zijn voor datgene wat je zelf gekozen hebt. En die keuzemogelijkheid hebben we in heel veel plekken niet. Daarvoor is het vertrouwen nodig. Voor mij een context, hoe kijk niet alleen naar arbeidsorganisaties buiten het onderwijs, maar binnen het onderwijs zou je op precies dezelfde manier kunnen kijken. En het is fantastisch om te zien dat er steeds meer scholen zijn die hier heel consequent werk van maken en samen met hun collega's ook stappen inzetten. Ik vind dat heel verheugend. Fijn dat we in Nederland dat mogelijk kunnen maken. Misschien is dat ook wel een van de positieve kanten van onze vrijheid van onderwijsinrichting. En tegelijkertijd, en ik ben, het is niet mijn particuliere opvatting, heeft het onderwijs een historie. En dan heb ik het niet over de oude kloosterscholen en niet over de kathedraalscholen waar jongeren naar school gingen om het Latijn en muziek moesten kunnen lezen om in het koor te kunnen zingen. Of die rondtrekkende studenten die naar verschillende steden gingen om daar een hoogleraar uitzochten om bij te kunnen studeren en ook die hoogleraar rechtstreeks betaalde. Ik heb het over met name het onderwijs wat zich ontwikkeld heeft naar aanleiding van de industriële revolutie. En daar was het onderwijs toch een vorm van africhten. We hadden die dure kostbare machines. Daar waren arbeiders voor nodig. En die onderontwikkelde wilden van het platteland, die maakten alles stuk. Dus die moesten gedomesticeerd worden. En je ziet dan ook dat de productieprocessen, zoals we die inrichten in de vroege fabrieken, dat we die ook terugvinden in de inrichting van het onderwijs, wat daarop voor moet bereiden. We zijn ons daar niet van bewust. Misschien kun je zeggen, ja, het is nu een manier om er zoveel in een klas van zoveel vierkante meter te krijgen. Maar het is, we hebben een lange traditie in het onbewust inrichten van ons onderwijs daarover. En het lukt op steeds meer scholen om dat schoolgebouw er ook anders uit te laten zien. Maar op het moment dat het uur van de waarheid komt en je moet de toets doen en een examen afleggen, dan gaan we weer naar de gymzaal en dan staan we weer in rijtjes. Overigens, het hypermoderne callcenter is precies zo ingericht. En wat doen die mensen? Van een schermpje aflezen welke antwoorden ze moeten geven van mensen uit een andere taal, uit een ander land. En krijgen allerlei troep over zich heen en ze worden getraind om dat niet erg te vinden. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje demagogisch om zo die plaatjes naast elkaar te leggen. En dat, mijn excuses daarvoor. Bij de voorbereiding van zo'n bijdrage, ik ben een enthousiaste muziekliefhebber als student, heb ik hier in Amsterdam in het Concertgebouw
orkest in het koor van het Concertgebouworkest gezongen. Als amateurzanger het mooiste wat je kunt bereiken. Onder fantastische dirigenten kunnen werken. Maar tegelijkertijd in Zuid-Frankrijk ben ik aan een artikel bezig. En ik loop daar door een van de oude straatjes van Cahors. En wat zie ik op de muur staan? Je ne suis pas né pour être dirigé. Ik ben niet geboren om gemanaged te worden. En je voelt dat er een onderstroom aan de muren al kenbaar gemaakt wordt, die echt zegt, mensen, deze tijd is voorbij, wil je gebruik maken van mijn talent en expertise, dan zullen we het anders moeten gaan inrichten. En dan is natuurlijk de vraag, wat heb je dan aan alternatieven om mensen in beweging te brengen? En ik ben een heel sterke, enthousiaste aanhanger van het werk van Daisy en Ryan, wat verschillende van jullie vast vertrouwd zal zijn, de self-determination theorie. Heel kort samengevat is die gebouwd op een drietal hele krachtige pijlers. En de eerste pijler is, je krijgt alles van mensen gedaan als je ze maar appelleert aan hun behoefte om ergens bekwaam en competent in te zijn. Mensen willen gewoon heel graag ergens goed in zijn en doen ook alles om daar vordering in te maken. Kijk naar de topsport. Waarom beul je jezelf zo af? Omdat je het fantastisch vindt om die prestatie af te leggen. Hetzelfde in de muziek, zelf in de beeldende kunst. Het maakt niet uit. Overal waar topprestaties geleverd worden, doen mensen dat omdat ze daar een fantastisch gevoel van krijgen om bekwaam te zijn. Belangrijk punt is wel dat jij beslist welk domein dat is. En dat je het niet door een ander laat voorschrijven. Anders dan werkt het niet. Tweede pijler is, mensen groeien heel sterk en snel, mits zij maar de ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen en keuzes te kunnen maken. Autonomie en zelfsturing is een heel belangrijk basisprincipe. En we weten ook heel goed, we straffen iemand het hardst als we die autonomie inperken. En in de uiterste vorm sluiten we je op en heb je niets meer te vertellen. Dus het vermogen van medewerkers, maar ook van jongeren, om zelf invloed uit te oefenen op de inrichting en de vormgeving van hun leer- en werkomgeving is cruciaal om hier stappen in te zetten. En de derde is, we zijn geen geïsoleerde wezens. Wij doen dat het liefst samen met anderen met wie je gelijksoortige opvattingen deelt, waarbij je het gevoel hebt niet alleen erkend en gewaardeerd te worden, maar ook het gevoel van, een soort like-minded spirits. Hè? Het gevoel van, nou, dat voelt vertrouwd. Is ook wel spanning bij, maar ik hoef niet op mijn hoede te zijn. Ik hoor erbij. We zijn echt sociale wezens. We zijn natuurlijk heel graag bereid om daar een vierde aan toe te voegen. Namelijk, ik kom in beweging omdat ik geld nodig heb voor levensonderhoud. Of om te bewijzen dat ik goed ben. En daarom moet ik weer wat meer hebben. Nou, die behoefte aan die materiële beloning is geen motivatiefactor. Het is een hygiënefactor. Het moet in orde zijn. Je moet er geen gedoe over hebben, het moet transparant zijn. We zien wel, als aan die andere drie factoren, dus de behoefte aan bekwaamheid, ontwikkeling, behoefte aan autonomie, de behoefte aan verbondenheid, als daar niet aan voldaan is, dan is het enige wat mij nog overblijft, is te mopperen over mijn salaris. Dus als er stakingen zijn en gedoe over salaris, weet je haast zeker dat er op die andere domeinen ernstige tekortkomingen zijn. Maar je kunt beter vragen om salarisverhoging dan om te zeggen ik wil autonomer zijn. Dus dat laatste is ook een van de weinige geaccepteerde manieren om ongenoegen tot uitdrukking te brengen. Dit zijn voor mij drie belangrijke pijlers waar ik ook graag naar wil kijken. Hoe zouden we dat in leersituaties, in onderwijssituaties een relevante plek kunnen geven? Met de opmerking natuurlijk over het materiële aspect in het vierde vakje. Nou. Sinds een week woon ik weer in Amsterdam. Ik heb steeds de afgelopen 35 jaar in Barneveld gewoond. En vlak voor de zomervakantie gaan bij ons overal de vlaggen in de mast en hangen boekentassen aan. En wij vinden dat leuk. Zo van, kijk, er is er weer eentje geslaagd. Het is een soort feeststemming. En ik wantrouw dat. Het is ook zoiets van dit nooit weer.
En ik sprak er met een goede vriendin over en die zei, Jozef, en ze was daar heel erg door aangedaan, mijn zoon heeft de dag dat hij geslaagd was alle aantekeningen verbrand. Dat is een, je kunt het dus ook zien als een vorm van protest. Ja, maar ze gaan de paar maanden later gaan ze weer braaf naar school. Ja, de slimmerikken die weten dat ze zichzelf in de vingers snijden als ze het niet doen. Maar ik weet niet of dit een teken van feest is. Ik heb er natuurlijk bij uitstek mee te maken met die belemmeringen rond dat leven lang leren, omdat ik een hele loopbaan aan de andere kant gewerkt heb met mensen die uit dat primaire onderwijs en het secundaire en het beroepsonderwijs gekomen zijn. En ik ben een interessante longitudinale studie tegengekomen van onze collega's in Engeland. En ze zien over een langere periode, als het gaat over welke factoren beïnvloeden nou dat leven lang leren, wat zijn belangrijke belemmeringen daarin. En een van de belangrijkste belemmeringen blijkt steeds weer die negatieve leeridentiteit die in het formele onderwijs ontwikkeld is. Wat uiteindelijk uitmondt in opvattingen als school is niks voor mij, of vriendelijk gezegd ik heb geen zitvlees, of ik heb al een boek. En ook een drijfveer om je niet meer aan die situaties bloot te stellen. Faalervaringen, het voortijdig school verlaten en natuurlijk ook de sociale klasse waar je uit voorkomt, waar niet altijd een sterk ontwikkelde taalcultuur en leercultuur ontwikkelt. Dat zijn hele belangrijke factoren over de tijd heen. En wat weinig invloed heeft, zijn bijvoorbeeld financiële maatregelen, tal van beleidsinspanningen van de overheid, de inzet van technologie, gebruik maken van computers en internet, is niet bevorderend voor het versterken van het leven lang leren. Dat is een realiteit waar ik mijn hele loopbaan mee te maken heb gehad, zeker als ik werkte met laagopgeleide mensen in arbeidssituaties. Als je daar wat verder op door gaat kijken, dan kom je tal van studies tegen die een duidelijke verbinding leggen met de lat hoog leggen en dus ook een heel strak systeem van toetsen examineren. Dat high-stake testing heeft een sterke invloed op de motivatie van jongeren. Ik heb een paar dingen op een rijtje gezet. Het verlaagt de motivatie, dus het voortdurend moeten testen en prestaties leveren en verantwoording afleggen, verlaagt de motivatie voor zelfsturing, voor het kritisch denken. Het tast je geloof en eigen kunnen aan. En het doet je zin in een leven lang leren verloren gaan. En tegelijkertijd verhoogt het de gevoelens van angst, boosheid en pessimisme. En kinderen die daar niet goed mee om kunnen gaan, rest niks anders dan op te stappen. Dat is de andere kant van onze hoge prestatiecultuur. Er is een andere studie van Harleman Deacon die effecten van de toets- en examendruk zien we terug in het zelfrespect van met name de zwakke leerlingen. We zien ook dat leraren min of meer gedwongen door de toetsen en examens zich steeds meer op de cognitieve aspecten richten en minder ruimte zien voor de affectieve en de pedagogische taken. Het leveren van de prestaties wordt langzamerhand belangrijker dan het leerproces wat daar aan de grondslag ligt en wat in feite de duurzame bekwaamheid is om plezier en te beleven in het je verder ontwikkelen. Die examinering versterkt eerder de extrinsieke motivatie dan de intrinsieke. Jongeren kun je je haarscherp uitleggen hoeveel punten ze nog voor dat vak nodig hebben om te compenseren met dat. En dan gaat het echt om cijfers achter de komma. En elk jaar, er zakt natuurlijk weer iemand met een honderdste op een punt tekort. Dat kan je jongeren gewoon niet uitleggen. Als het systeem zo werkt, gaan ze zich ook zo gedragen naar het systeem. Je kunt daar wijst deze studies ook op. En je merkt, het convergeert.
Die negatieve effecten zou je kunnen verminderen door meer keuzemogelijkheden te bieden. Meer aandacht voor die zelfsturing en meer aandacht en erkenning voor het samenwerkend leren. Ik heb jarenlang de leiding gehad over het masterprogramma in mijn vakgebied aan de Universiteit van Twente. Een mooi programma, veel studenten, maar we hebben ook de tentamenweken. En ik werk hartstikke leuk met mijn studenten samen, maar er zijn dus ook tentamens. En dan komt er een busje van Randstad met surveillanten. En die nemen het dan van ons over. En studenten komen dan een zaal in met tafeltjes en ze moeten dan hun laptop, hun iPhone en alles inleveren. Gaan dan een tafeltje zitten en dan gaat de tijd in. En het eerste half uur mag niemand naar de wc. En dan na een half uur mag je naar het toilet, maar dan gaat er iemand van de Randstad mee. Om de betrouwbaarheid en de transparantie om die maar te behandhaven. En 2 maanden later zijn die studenten geslaagd, zijn ze master in een interessant vakgebied en stromen heel snel door naar een leidinggevende functie met verantwoordelijke taken. En wij leiden ze op door iemand met ze mee te sturen naar de wc. En we vinden dat heel gewoon. Terwijl het eigenlijk diep treurig is dat je dat volwassen mensen aandoet. En als je het volwassen mensen niet aan wil doen, waarom doen we het die kinderen dan aan? Die zijn er nog veel gevoeliger voor. Dat toppresteren en de eerste zijn, hoog scoren in de rankings. Natuurlijk adopteren we dat van het sportwereld. Fantastisch alweer. We rekenen onze kwaliteit uit in gouden medailles. Maar je ziet iemand, een topsporter die een zilveren medaille krijgt of een bronzen medaille, heeft gewoon een slechte dag. En iets wat we ons niet realiseren is dat achter elke gouden medaille 10.000 verliezers staan. En wil je dat in je educatieve systeem? 10 gouden medailles en 100.000 verliezers. Dat kunnen we in een lastige, gecompliceerde samenleving helemaal niet permitteren. Elke uitvaller, elke slachtoffer van selectie en uitsluiting is er gewoon één te veel. Ja. Het wordt geen leuk land als we op die manier doorgaan. Ik zet het een beetje zwaar aan hoor. Ik zet vanavond een speciale bril op. Dat zet ik straks wel af. Maar het is aardig als je me uitnodigt, Rick, om mijn idee over onderwijs te geven, ook die aspecten een keer de revue laten passeren. Nou, ik ben geen zwartkijker. Ik wil me heel graag inzetten voor hoe dingen interessanter, beter kunnen. En we hebben er al heel veel voorbeelden van die echt de moeite waard zijn om te bekijken, van te leren en meer van toe te passen. Heel leuk om te zien hoe bijvoorbeeld al in groep 1 en 2 de kinderen elke ochtend bij elkaar komen in een kringgesprek. Iedereen doet zijn verhaal, vertelt over dat oma ziek is en dat het konijntje een lopend oortje heeft enzovoort. En tegelijkertijd de begeleider zorgt ook dat iedereen aan het woord komt, dus de eerste vormen van sociaal gedrag komen. Ook, het duurt 10 minuten en dan gaat iedereen naar zijn werkhoekje. Kinderen gaan niet leren, ze gaan werken. En daar hebben we ook slimme systemen voor hoe dat georganiseerd is. We hebben hele mooie voorbeelden gezien op de school in Zandvoort. En ik stond echt versteld van wat voor een vindingrijkheid daar aan de grondslag ligt. En dan komen de kinderen na 2 jaar, gaan ze naar groep 3, de oude eerste klas. En natuurlijk hebben die jonge kinderen al geleerd om hun schoenveters te strikken en het regenjasje aan te trekken. En in die groep 3 doet het formele curriculum met de voorgeschreven leerstof zijn intrede. Met Kerstmis moet boekje 3 klaar. En dan zie je dat die kinderen hun autonomie van het spelen en werken verliezen. En het uitzicht bijvoorbeeld erin dat ze een terugval hebben, een regressie, en niet meer hun jasje aan kunnen en niet meer hun schoenveters kunnen strikken. Dus op het moment dat ze die autonomie kwijtraken, raken ze ook een stuk van een ontwikkeling. Een terugval op een vroeger ontwikkelingsniveau. Heel bijzonder. Daarom hou ik natuurlijk een pleidooi om die speel-leer-werkperiode van die onderbouw, om die zo lang mogelijk vast te houden en uit te breiden met interessante, nieuwe, rijke ervaringen.
Het fantastische van een school is dat je daar dingen kunt meemaken die je thuis en op de straat niet kunt meemaken. Daarvoor zijn we. En door die confrontatie met nieuwe ervaringen kom je erachter, dat hoort bij mij, daar heb ik niks aan, dat vind ik niet interessant. Dit vind ik echt fascinerend. Eén ontmoeting met een echte gedreven professional kan een jong leven helemaal op zijn kop zetten. Het is ook fantastisch om te zien hoe dat leren vorm krijgt. Ik kan het niet bedenken. Maar als ik zo'n foto maak van een kind wat in een museum naar een schilderij zit te kijken en probeert uit te vinden hoe zo'n onmogelijke houding in elkaar zit. Ja? Je kan het niet bedenken. Maar het is wel fantastisch als je het kunt observeren. En als die kinderen de ruimte hebben, gebeurt het 10.000 keer per dag. En dat zijn leerervaringen waarvan we niet weten dat ze straks uitmonden in hoge cijfers. Maar het zijn wel belangrijke ervaringen aan de hand waarvan iemand kan ontdekken, dit ben ik, dit kan ik, dit zou ik graag willen zijn, dit fascineert me of hier heb ik moeite mee. Dat zichtbaar maken van die leerprocessen vind ik fantastisch. En ik kwam een filmpje tegen wat ik jullie heel graag zou willen laten zien. Wesley is 5,5 jaar. Jee, dat is pas leuk. En ontdekt de natuur. Dit is een... Heb je zoiets wel eens gezien? Ja. Wat is het dan? Dat is een ding waar je iemand mee moet spuiten. Ja, als je er water in doet, kan ik jou ermee nat spuiten. Hè? Ja, wat ik ook weer leuk gekregen. Ja. En nou doe ik dit. Even kijken. Ik doe die hier aan. Moet jij deze even vasthouden? Nou, nee, ik hou deze vast. Moet je kijken. En dan ga ik deze induwen. Wat denk je dat er gebeurt? Ik weet het niet zo. Nee? Nee. Mag ik alsjeblieft even inspuiten? Wou jij spuiten? Ja. Nee, maar ik ga zo dit ding induwen. Er gebeurt wat. En dan? Komt de lucht naar de mijne toe. En wat gebeurt er met die jouwe dan? Die spuit terug. Spuit weer terug en dan? Gaat het naar de uur toe. En dan? Gaat het naar de uur toe. Nou, moet je maar eens even kijken. Ik ga hem nu induwen. Ja, je moet hem hier loslaten. Dan ga ik de mijne induwen. Moet je even kijken wat er met jou ook iets gebeurt. Gebeurt er iets met jou eens? Niks. Niks? Hey, de meiden gaat zo achteruit. Hoe kan dat nou? Omdat u wat doet. Ja? U duwt hem naar daar. Kan dat toch? Ik duwde hier hoor, ik heb niet daar geduwd. Dat, ik weet het niet zo precies zo. Kan jij het ook? Nou gaat de mijne weer omhoog. Dat doe ik voor u wel even. Dat doe je voor mij ook. Wacht even. Hij ging los. Oh, hij gaat los. Nou. Dus wat gebeurt er als je die induwt? Gaat die achteruit. Hoe kan dat nou? Omdat deze naar die ademt. Die ademt naar die kant? Ja. En waar zit de adem dan nu? Hier al. En kan je de adem ook weer terugduwen? Ja. Okay. Ja. Zelden krijg je de gelegenheid om een leerproces van zo dichtbij te bekijken. En je ziet tegelijkertijd hoe dat leren over best complexe aspecten als luchtdruk en hoe zo'n kind dan ook behoefte heeft aan taal om dat uit te drukken. En dan wordt taal ook een voertuig om lastige dingen onder woorden te brengen en het scherpt vervolgens weer die cognitieve inzicht. En dat is dus ook een pleidooi om taal en ervaringen heel nauw met elkaar te verbinden.
Er is natuurlijk wel vakmanschap voor nodig om te ontdekken wat zijn nou interessante uitgangspunten, vertrekpunten, vraagstukken voor kinderen. En hoe breng je die taalontwikkeling en dat inzicht, want dat gaat hand in hand, met elkaar verder. Ik zou dat soort ervaringen sterk willen voortzetten. Want je komt op die manier erachter waar jouw affiniteit ligt, met wie je zou willen optrekken en waar je belangstelling ligt. Dat is volgens mij een belangrijk kenmerk van een uitdagend, spannend en rijke educatieve systemen. Nou doen we dat, proberen dat te doen op een manier waar wel heel goed over nagedacht is. Bijvoorbeeld in de leerstofbenadering willen we dat die uitkomsten vastleggen in eindtermen, in kwalificatie-eisen, een competentieprofiel. Liefst in samenwerking met het werkveld, als dat kan. Vervolgens bepalen we de kloof van wat iemand nog niet weet. Maar dat is op zich niet erg dat je nog dingen niet weet, want wij helpen je door middel van opleiding, instructie en leren om die kloof te dichten. En vervolgens stellen we het resultaat vast door middel van een kennistoets of een tentamen of een examen. Of liefst natuurlijk een proeven van bekwaamheid in een realistische omgeving. Op die manier organiseren we het weer. Maar het is ook heel sterk gericht op, Jozef, jij weet iets niet. Je komt iets tekort. Er is een kloof, maar dat is niet erg hoor, daar helpen daarbij. En daarmee wordt het leren automatisch een voortdurende confrontatie met iets wat jij niet kan. En als het op een domein is waar ik zelf voor gekozen heb, is dat niet zo'n probleem. Maar als het op domeinen is waar ik niet voor gekozen heb en daar moeite mee heb, tast het ook mijn geloof en eigen kunnen aan. En daarom hou ik een heel sterk pleidooi om te zoeken naar hoe kunnen we die zelfsturing echt een stap verder brengen. En dan kom ik tot een andere redenering bij het inrichten van onderwijs, van leersystemen, in de zin van, waar ben je goed in? Wat zou je graag willen doen? Waar ligt jouw passie, jouw gedrevenheid? En je moet natuurlijk veel meemaken om daar langzamerhand achter te komen. En dan kun je ook de vraag stellen, wat heb je nodig om daar beter in te worden? En je kunt al heel vroeg de vraag stellen, hoe zou je aan anderen bewijs kunnen leveren dat je goed bent? Hoe zou je dat willen laten zien? Ook de vraag stellen, wat moet je doen om jezelf aantrekkelijk te maken voor de school waar je graag naartoe zou willen? En in een later fase, wat is er nodig om je aantrekkelijk te maken voor het werk wat je graag zou willen doen? Ja? En je zult zien dat die leerprocessen waarschijnlijk veel sneller, interessanter, rijker worden dan we nu voorprogrammeren, waarbij we ook heel veel van die energie verloren laten gaan. Daar komen we bij het laatste punt van mij, dat ik steeds op zoek ben naar dat concept van kennis als een bekwaamheid. Dus kennis niet in de vorm van een weten, in de vorm van leerstof, maar een duurzaam vermogen om zelfstandig de weg te vinden, vraagstukken op te lossen, samen te werken, complexe thema's aan de orde te stellen. En het lastige is, om er zo over te denken, is dat die bekwaamheid, die soort hogere cognitieve vaardigheid, dat die altijd materiedeskundigheid en leerstof nodig heeft om zich te kunnen laten zien. Dat is op zich niet erg, als we maar in de gaten houden dat die materiedeskundigheid, die leerstof, die dingen die wij toetsen, dat dat niet de bekwaamheid is die we eigenlijk op het spoor zijn. En het gaat heel geraffineerd in ons pleidooi om voor van alles de basiskennis te definiëren. Terwijl Wesley laat zien dat het ook dat hij complexe concepten op een andere manier kan verwerven en vandaar de taal ontwikkelt om hem beter te kunnen gebruiken. Het is echt de moeite waard om op die manier te kijken. Het heeft wel grote consequenties. En voor mensen die het de afgelopen week in de NRC hebben kunnen lezen, mijn verhaal over mijn idee over het onderwijs, op instigatie van Rick geschreven. En wat doet de redacteur? Die plakt daar als titel boven. Parttime kinderarbeid is zo gek nog niet. En het komt natuurlijk voort uit mijn pleidooi om kinderen een rijke
gevarieerde leerwerkomgeving aan te bieden. En zeker in een kennismaatschappij waar heel veel kenniswerk gebeurt op tal van werkplekken, zou je kunnen zeggen, het is gewoon heel dom om vanuit een educatief perspectief gezien kinderen daar weg te houden. En natuurlijk ben ik geen voorstander van uitbuiting en misbruik van kinderen in de context van werk en goedkope arbeids. Maar het opdoen van gevarieerde werkervaringen is fantastisch. Chip en ik hebben in de supermarkt gewerkt. We doen daar onderzoek op de AGF, aardappelen, groente, fruitafdeling. En we proberen erachter te komen van hoe komt het dat jullie zoveel lekkere groenten verkopen. En Dennis heeft daar een heel verhaal over. En toen we hebben met Dennis staan te praten over zijn bekwaamheid van groenten verkopen in de supermarkt, komt Patrick binnen. Patrick die werkt alleen op woensdag en op zaterdag, want Patrick gaat naar school. En Dennis zegt tegen Patrick, hey Patrick, want dat was op dinsdag waren we daar. En Patrick, jij moet naar school, je moet niet hier vandaag zijn. En Patrick zegt, op school ben ik niet nodig. En hier wel. En kan een kind zo krachtig uitdrukken wat belangrijk is. En Dennis was een fantastische leermeester. Patrick was verantwoordelijk voor de sinaasappels. En die lagen er altijd fantastisch bij. Hij had ook helemaal dingen ontdekt hoe je van een weinig sinaasappels heel veel kon maken. Na de kist leegmaken en dan alles eromheen stapelen. Daar gaat het mij eigenlijk om. Maar het vraagt wel afstand doen van onze zekerheid of schijnzekerheid van het toetsen van die kennis op al die domeinen die wij nu belangrijk vinden. Zoals we vertrouwd zijn met zo'n klassiek beeld van Rubens. Als je het iets verandert, doet het heel vreemd aan, heel onwennig. En zijn we er ook vast tegen. Maar hier ligt een stap die ik graag zou willen zetten. Kunnen we op zoek gaan naar die duurzame bekwaamheid. Daar heb je mensen voor nodig die ook zelf de ruimte hebben om hun expertise, talenten in te zetten met elkaar en ieders eigen domein en talent daarbij gebruiken. We staan echt voor grote thema's en het gaat veel verder dan of we een paar punten op de PISA-score stijgen of zakken. Het zijn thema's als de kansongelijkheid die in Nederland toeneemt, de sociale integratie die een steeds lastiger vraagstuk wordt, ook binnen de onderwijssystemen en binnen werkomgeving. Die motivatie, zelfs bij de slimme jongens en meiden van de gymnasia, ook daar zien we dat de motivatie voor het onderwijs sterker is. Ze komen graag naar school hoor, maar niet voor de vakken, maar voor elkaar. Het is een hele fijne hangplek. Daar kom je gelijkgestemden tegen, terwijl we eigenlijk graag anders willen. We weten dat de vraagstukken waarvoor we staan alleen maar tot een goede oplossing kunnen komen als we veel werk maken van die persoonlijke ontwikkeling. En daar zou meer ruimte voor moeten komen. Daar past volgens mij ook het klassieke vorm van organiseren en leiding geven niet bij. We zoeken eigenlijk naar een aanpak waarbij we met mensen kunnen werken die een sterke eigen professionele identiteit hebben. En in het onderwijs is die beweging heel sterk op gang. En ik zie ook dat de protesten eigenlijk een uitdrukking, een wens is om verder vorm te geven aan die professionaliteit. Dat vraagt ook om emancipatie. Een klassiek oud begrip, maar een vrij kunnen denken en vrij kunnen maken van het gezag van een ander. Om op die manier die autonomie terug te verwerven. Het vraagt om sterke gedeelde waarden. Het salaris of het jaarplan is niet voldoende. Afspraak is afspraak, brengt mij niet in beweging. Wel gelijke opvattingen over de richting die we zouden uit kunnen gaan en die betekenisvol zijn. Die autonomie, dat perspectief, dat initiatief. Aan de ene kant is een sterke individu-gerichte benadering, aan de andere kant is die sociale context belangrijk. En daarom hou ik ook een pleidooi voor vormen van gespreid leiderschap, waarbij je meer gebruik kunt maken van de individuele expertise en ervaring in een specifieke situatie, wat ook veel kan roleren. Maar het vraagt ook een andere vorm van organiseren. En ik denk dat het klassieke hiërarchische wijze van dirigeren langzamerhand plaats zal maken voor vormen van gespreid leiderschap, wat recht doet aan de expertise van professionals. Nou, ik ben begonnen met Marco, de fietsprofessor. Eigenlijk een mooi idee, mooie metafoor voor het creëren van een veilige omgeving. En om zo lang mogelijk die autonomie van het zelf kunnen bewegen, om die te garanderen.
Dat kan door een tijdje bij een ander op de bagagedrager mee te rijden, die een nieuwe situatie laat zien. Jammer van achterop zitten is dat je niet vooruit kunt kijken, maar je komt wel op plekken waar je in je eentje niet zou komen. Het kan ook vreemde vormen aannemen en de vraag is natuurlijk of je dat aan kan, of je die moed hebt, dat er echt een grote mate van diversiteit ontstaat in formele leeruitkomsten. Het kan ook zelfs vormen aannemen waar je zelf niet aan gedacht had. Maar dat is de prijs die we betalen voor diversiteit die het leven ook interessanter maken. En op deze stukken zou ik heel graag met deze gedachte met mijn jonge collega's Femke Keren en Elwin van Keulen even door willen praten. Dank je wel. Ga zitten. Nou, Femke, hartstikke fijn dat je vanavond bij ons aan tafel wilt schuiven. Elwin, jij ook. We zitten hier aan deze tafel achter een microfoon. Dat is voor de livestreaming. Hè. Dus het moet een beetje kijken dat we ons hoorbaar maken, ook op andere plekken. Femke, je hebt je ingezet voor een nieuwe vorm van hoger onderwijs binnen de Bildung Academie. Eigenlijk een van de initiatiefnemers en vormgevers om met name in het academisch onderwijs meer aandacht te besteden aan die affectieve componenten, die verantwoordelijkheidsaspecten. Hoe ja. kijk jij nu met de ogen van de ervaringen die je hebt in je achtergrond en naar de dingen die ik vanavond... We hebben het niet voorbesproken, ik ben heel benieuwd ja. hoe je uit jouw perspectief als onderwijsmaker naar dit verhaal kijkt. Hè? Ja. Ja, eigenlijk wel heb ik heel veel herkenning. Ik moet denken aan je voorbeeld van die vlag die uithing. Nou, ik heb dus heel vaak het verhaal gehoord van mijn ouders bijvoorbeeld, dat ze nog steeds 's nachts wakker schrikken uit de nachtmerrie, dat ze in dat eindexamen tentamen zaten. Die ervaring heb ik zelf niet, maar ik had wel zoiets van toen ik naar de universiteit ging, oh, nu begint het echt, nu kan ik gaan doen wat ik wil. En toen ben ik toch wat teleurgesteld geraakt. Ik ervaarde wel een gemis. Omdat er eigenlijk geen aandacht was voor je persoonlijke ontplooiing. En het was allemaal kennis opnemen, heel passief eigenlijk. Een eenrichtingsverkeer, voor mijn gevoel. En er werd niet aandacht besteed aan wat ik daar dan uiteindelijk dan weer in de maatschappij mee kon doen of in de praktijk. Vanuit daaruit heb ik ook mee de Bildung Academie opgericht, waarbij we dus die aandacht voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in onderwijs wilden vormgeven. En daar herken ik ook bijvoorbeeld het ervaringsstukje heel erg in. Omdat wij ons onderwijs inderdaad meer vanuit een interdisciplinaire richting vormgeven, waarbij je heel veel de praktijk ingaat en die ervaringen die je daarin opdoet, daarna daarop reflecteert en kijkt wat je daarmee kan doen. Een voorbeeld bijvoorbeeld is die digitale detox, waarbij studenten niet alleen horen of van alles leren over digitalisering, maar ook ervaren wat er gebeurt als je een week je laptop, je mobiel en dergelijke in moet leveren. En vanuit die ervaring zien ze eigenlijk, ja, komt het veel, leren ze eigenlijk veel meer uit dan dat je alleen maar vertelt van oké, wat gebeurt er als je je mobieltje niet gebruikt. Even heel kort, al ja. inhakend op een paar dingen die jij zei. Ik begrijp het heel goed. Zijn er dingen waar je aan ergert? Van mij, hè? Aan erger is een groot woord. Op het begin had ik wel zoiets van, het wordt wel heel, toch best wel negatief ingestoken. Terwijl ik zie van,
je kunt er dus ook een positieve draai aan geven. Je kunt dus ook echt, als je ergens voor staat, iets creëren. En ja, dat zie ik dus vanuit mijn eigen ervaring. Maar je ziet ook dat er steeds meer onderwijsinitiatieven ook in het basisonderwijs en dergelijke komen, waar wel daar veel meer aandacht voor is. Jozef, je kunt best je punt maken, maar dan hoef je het niet zo zwaar aan te zetten. Ja, misschien. Nou, het komt wel beter aan als je het sterk aanzet. Ja. Je merkt natuurlijk ook bij mij wel een soort boosheid ook. Hè? Ja. En misschien moet ik daar wel wat mensen wat minder mee lastigvallen. Het is denk ik ook goed dat de boosheid zichtbaar wordt. Ja. Okay. Het is ook een drijf. Het is ook echt een duidelijke drijfveer. Ik denk dat het wel als een energie kan geven om dan daadwerkelijk verandering te brengen. Ja, goed. Ik ben benieuwd hoe Elwin geluisterd heeft. Elwin, jij bent de baas van de opleidingen binnen Cambuur, hè, voor voetballers. Ik heb je leren kennen als een hele gedreven man voor leren, onderwijs, zelf heel nieuwsgierig. Je hebt de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan. Je bent in hele korte tijd doorgestoten binnen de voetbalwereld als een prof op het gebied van opleiden, leren, ontwikkelen. Ja. Hoe kijk jij naar het thema van vanavond? Allereerst een heel belangrijk thema, denk ik. Een thema dat absoluut op de agenda moet staan, omdat er nog zoveel kansen zijn. Als ik alleen al vandaag mag luisteren naar jou voor een klein uurtje lang. En ik denk toch ergens wel al misschien wel een beetje expert te worden op mijn gebied. En het gebied van leren en leren te leren. Dan denk ik van wow, ik heb nog zo verschrikkelijk veel te doen. En ik denk dat wij met z'n allen nog ontzettend veel te doen hebben om onze verantwoordelijkheid. Want wij zijn min of meer met z'n allen een klein beetje verantwoordelijk voor het opleiden van kinderen, vanuit welke context dan ook. En dat kunnen we maar één keer doen, want je wordt maar één keer opgeleid. We hebben nog veel te doen. Ja. Elwin, in jullie tak van sport draait het helemaal om het ontdekken, erkennen, opsporen van talent en daar een rijke leeromgeving voor bieden. Hè? Ja. Hoe pakken jullie dat aan in de voetbalwereld? Ik denk dat we allereerst niet zo heel goed zijn in het opsporen van talent. We selecteren wel en we selecteren vaak op wat we zien. Maar dat is een iets andere discussie. Ik denk dat wat ik in ieder geval in de dagelijkse praktijk probeer, is die kinderen die we dan geselecteerd hebben, die we aangemerkt hebben als talent, om die een plek te bieden waar ze tot natuurlijke ontplooiing kunnen komen. Ik hoop dat wij ze vooral niet remmen bij het worden van zichzelf eigenlijk en gelukkig. En dat klinkt misschien een heel klein beetje zweverig, maar als wij een plek voor ontplooiing aan kunnen bieden, dan zal dat een heel logisch gevolg zijn. Ja. Elke school vertelt dit verhaal ook. Ja, wij doen het. En dat, bij deze de uitnodiging om dat te komen bekijken, want daar sta ik wel heel open voor zelfs. Maar ik denk dat wij daar ook echt nog helemaal niet zo goed in zijn. Dat wat ik net zei, dat meen ik. Ik sta zelf nog dagelijks op het veld en dagelijks ondervind ik ook mijn eigen strubbelingen. Want het is heel logisch dat je iets bijvoorbeeld beet wil pakken, omdat je iemand misschien wel denkt te kunnen helpen door heel direct iets aan te geven. Maar het is die strubbelingen die ondervind ik ook wel. Ja. Maar ik denk wel dat waar ik mezelf enigszins op kan onderscheiden, is dat ik wel de overtuiging heb dat als ik er zelf maar vertrouwen heb in het kind, dat het kind zo ontzettend veel kan en veel meer dan dat ik nu kan veronderstellen. Nou, en dat vertrouwen geeft dus weer ruimte aan de kinderen die ik dagelijks tref, maar ook aan de trainers die ik begeleid. Daar gebeurt er zoveel meer dan je van tevoren kan verwachten. En dat is dan mijn grootste boodschap. Ga het dan maar een keer weer kijken. Ja. Maar uiteindelijk gaat het toch om doelpunten scoren. Op teletext staat uiteindelijk de uitslag inderdaad. Ja. Alleen wat we niet moeten vergeten is dat
Wat ik dagelijks aan het doen ben, is mensen voorbereiden op een bepaalde maatschappij. En die maatschappij die kan ik waarschijnlijk niet veranderen. Althans, die ambitie die heb ik niet. Maar ik heb wel invloed op de manier waarop ze daarop voorbereid worden en hoe ze uiteindelijk zich daarin kunnen gaan manifesteren. Dus of voor onze 11, 12-jarigen het maken van doelpunten heel belangrijk is, ja, daar heb ik heel veel invloed op. En dat ze dat uiteindelijk wel moeten gaan kunnen. Nou ja, goed, daar kan ik een weg naartoe bedenken. Ja. Dat is mijn invloedssfeer een beetje. Dus die ambitie van jou gaat veel verder dan het scoren? Ja, maar het scoren, het hele spel. Voetbal is een ontzettend zware metafoor. Want iedereen heeft al iets of tegen, of in ieder geval wel een gevoel bij voetbal. Er zijn ontzettend veel kinderen die voetballen. En we kunnen voetbal heel goed gebruiken om hele sterke mensen op te leiden voor de maatschappij. Al dan niet de profsport, maar ook de normale maatschappij. Ik ben benieuwd hoe je, want je bereidt ze dus vanuit vertrouwen, bereidt ze voor op toch ook presteren. Kun je nog meer vertellen hoe je er dan voor kunt zorgen dat het presteren leuk blijft en niet als een bepaalde druk wordt ervaren? Ik denk dat die druk er altijd wel zal zijn. En de druk om te presteren, bijvoorbeeld ook de druk die je zelf ook voelt, die ik zelf ook nog voel, terwijl ik me niet onprettig voel voor een publiek als je toch hier naartoe loopt, die is heel natuurlijk. Hetzelfde geldt voor als een voetballer het veld op moet, dan zal hij druk voelen. Maar vooral als we accepteren dat die dingen er mogen zijn, dat ze ook best onprettig mogen voelen, dan kun je vaak wel je eigen weg daarin vinden. Dus zoiets bijvoorbeeld bespreekbaar maken en het over ervaringen te hebben. En dat maakt dat ik het gevoel heb dat we enigszins kinderen daarop voor kunnen bereiden. Oké, ja, mooi. Ik krijg ook wel een beetje een ander beeld van de voetbalwereld. Nou, ik weet niet. Ik kan niet. Ik spreek niet namens de voetbalwereld. Dus ik weet niet of dat terecht is. Ik kan alleen vertellen wat ik dagelijks doe en meemaak. Ja, dat is heel duidelijk jouw beeld ervan. Ja. Femke, jij maakt nu onderdeel uit van de ontwerpschool binnen de Beeldende Academie. Wat gaan jullie ontwerpen? We brengen eigenlijk onderwijs naar de andere onderwijsinstellingen. En onderwijs dat inderdaad aandacht besteedt aan meer aan de persoon. En wat jij als persoon in de wereld waarin je leeft en kunt doen. En hoe jij ook in je verhouding tot de ander. Waarbij het in het onderwijs dat je volgt dus niet alleen draait om het kritisch-analytisch bezig zijn. Ook dat vind ik wel belangrijk dat je dat leert. Zoals jij aangaf, is dat ook een basis vanuit waar je weer verder kunt groeien. Maar ook dat je wel empathie en ethisch oordelingsvermogen en ook je expressie, dus je leren uitdrukken, dat daar ook veel meer aandacht voor is. Dat jullie dat vanuit de Beeldende Academie aan onderwijsinstellingen aanbieden, duidt dat erop dat het voor onderwijsinstellingen, dus de reguliere onderwijsinstellingen, lastig is om de aspecten die jij nu benoemt, om die echt in het reguliere programma vorm te geven? Ja, dat is heel lastig. Je ziet dat heel veel dat ze het op heel veel plekken willen, maar dat je inderdaad tegen het toetsingsprobleem aanloopt. En wij werken bijvoorbeeld niet met cijfers. Dat doen we gewoon niet. We werken met 360 graden feedback, zoals wij het noemen. Dus je krijgt feedback vanuit je medestudenten, je docenten, het publiek. Maar het is dus heel moeilijk toetsbaar wat jij uiteindelijk hebt geleerd. Dus ik kan zeggen, ik ben zelf ook begeleider geweest in het onderwijs. En ik heb de studenten zien binnenkomen. En ik schrok ervan hoe passief iedereen was. Dat ze echt dat ik moest zeggen wat ze moesten doen. Maar ik heb ze ook zien weggaan. En hoeveel initiatief er dan in de studenten zit. Maar dat is iets wat ik zie. Maar dat kan ik
hoe maak ik dat zichtbaar? Dat is wel een grote vraag. Ja. Maar je raakt hier wel op een punt wat we allemaal heel belangrijk vinden. Hè? Ja. Initiatief nemen, zelf de regie voeren, invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van je leven, op je werkverband. En op een of andere manier raakt dat een beetje ondergesneeuwd in het formele onderwijs. Ja. En waar zou hem dat in zitten, terwijl we allemaal vanuit een hele sterke pedagogische oriëntatie of een liefde voor het vak in dat onderwijs ingestapt zijn? Ja, waar ligt dat aan? Ik denk dat er meerdere factoren zijn. Ik heb er ook geen duidelijke kijk op. Wat er voor mij nu het eerste in mij opkomt, gaat om de... dit is heel breed getrokken, maar eigenlijk de waardering die wij voor cognitieve kennis, die wij daarvoor hebben. Ja, ik val even stil. Ik vind het een lastige vraag om direct te beantwoorden. Ja. Ja, Elwin is er ook. Elwin, als we deze dingen zo bespreken, hoe kijk je op je eigen leerloopbaan tot nu toe terug? Ik vind leren heel erg leuk. Maar naar school gaan niet. Althans, de school als een plek om samen te komen vind ik wel heel erg leuk. En ik heb ook heel leuk gesport op de ALO. Heel veel sporten gedaan. En VWO vond ik ook wel leuk. Ik was er ook best wel goed in. Maar ik ben vooral wel teleurgesteld geweest. Ik weet niet of ik het mag zijn. Hè? Ik ben ook niet in iemand teleurgesteld. Maar ik vind het wel heel jammer dat... ik heb in ieder geval het gevoel gehad dat het me meer geremd heeft door het systeem gaan, dan dat het me de ruimte geboden heeft om verder te gaan. En niet de mensen, want er zijn veel mensen die wel ruimte bieden. Maar het vakje wel, denk ik. Elwin, je maakt nu deel uit van de studio hier in de Bali. Hè? Het is een laboratorium voor gedreven spraakmakers die ieder op hun eigen terrein een podium zoeken om een krachtige boodschap kenbaar te maken aan een groter publiek. Hè? Klopt. Wat ga jij op dit terrein doen hier binnen de Bali? Waar ga je je sterk voor maken? Dat weet ik nog niet zo goed. Oprecht. Ik heb wel het gevoel dat ik een paar ideeën heb die misschien interessant zouden kunnen zijn. Maar ik heb maar heel recent het gevoel gekregen dat ik misschien wel met iets bezig ben of ideeën heb die voor andere mensen interessant zouden kunnen zijn. En er zijn andere mensen die herkennen dat in mij en die pikken mij eruit voor dit soort dingen zoals jij nu voor dit moment gedaan hebt. Ik vind het zelf gewoon heel erg leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Om meer te weten te komen over hoe leren werkt. Hoe mensen werken, hoe mensen zich tot elkaar in verhouding stellen. En dat is waar ik dagelijks mee bezig ben en mee bezig wil zijn. En per ongeluk heb ik me daar enigszins in ontwikkeld, waardoor ik nu af en toe iets mag vertellen en hopelijk andere mensen kan inspireren. Ja. Dus dat moet ik nog heel erg verkennen, Jozef. En als Femke en ik nou aan jou de vraag zouden stellen van wanneer is het traject voor jou geslaagd? Dan had ik daar 6 weken geleden anders op moeten antwoorden dan nu. Er is mij hier bijvoorbeeld de vraag gesteld in het traject bij de Bali, dat ik werd gevraagd wat ik wilde leren. Ja, dat is echt de eerste keer dat dat gevraagd is in een lerende setting. En zelfs al doe ik dat dagelijks eigenlijk met de kinderen, met de trainers waar ik mee werk, mij is die vraag nooit gesteld. Dus ik vond dat een hele moeilijke vraag. Ik weet het op dit moment niet. Ja. Nee. Nou, jullie hebben nog een tijdje, hè? Maar ik kan me dus ook voorstellen dat zo'n opleggen van een voorgeschreven uitkomst ook heel belemmerend kan werken. Terwijl je nu nog de ruimte hebt om te zoeken. Ja, mag ik antwoorden? Ja, natuurlijk. Ja? ik denk dat we allemaal gedreven worden door... Nou, er zijn heel veel wetenschappers ook die dat heel mooi weggezet hebben in allerlei
onderzoek of onderzoeksresultaten door het feit dat wij gewoon heel graag willen leren. Wij zijn lerende wezens die zich graag aanpassen, die dat ook als overlevingsstrategie ontwikkeld hebben. En wij hoeven niet gestimuleerd te worden door een diploma of door een eindterm of door wat dan ook om het goed te willen doen, want dat willen we allemaal. Ook de mensen die wij door ons systeem eigenlijk als uitschot of als afvallers bestempelen, die willen dat ook heel graag. Dus ik heb dat ook helemaal niet nodig en ik denk dat niemand dat nodig heeft. Alleen het voelt wel veilig als je weet dat je daar naartoe moet, maar dat is uiteindelijk, nou, je benoemde het net ook, dat is niet de motivator. Ja, het doet me denken aan toen ik toen net naar jou zat te luisteren. Ik dacht opeens, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een beetje gek ben, omdat zodra ik door mij wordt gezegd wat ik moet leren, ik het plezier erin verlies. Terwijl ik zoveel dingen heb waar ik me in wil verdiepen, zoveel dingen die ik wil leren. Dus ik ben wel, ja, dat is wel iets wat mij drijft en waar ik ook heel erg zoekende in ben. Van hoe kun je dat vormgeven dat je kunt blijven leren, dat dat plezier blijft en ja, dus eigenlijk niet dat je die een verplichting hebt, maar dat je inderdaad vanuit je eigen motivatie en bekwaamheid dat onderwijs kunt vormgeven. Ook wel kanttekening maken dat ik niet weet of iedereen zo'n sterke leerbehoefte heeft. Misschien heeft de ene wel behoefte aan het zelf vormgeven en past het voor de andere leerling net meer dat er wel wat sturing van buitenaf is. Ja, het is heel erg de moeite waard om dat ook verder te verkennen, hè? Ik kan je ook voorstellen dat mensen op een gegeven moment verleerd hebben om zelf invloed uit te oefenen, omdat ze daar in het verleden niet zulke goede ervaringen mee hadden. Ja, ja zeker. Ja. Ik zou het leuk vinden als we het stokje weer terug kunnen geven aan Rick. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe de collega's in de zaal op ons verhaal reageren. Ja, ik ook. Ik wil vooral u, het publiek, de gelegenheid geven om wat vragen te gaan stellen. Ik heb zelf drie vragen, Jozef, of eigenlijk drie keer dezelfde vraag die ik jou zou willen stellen. En misschien dat je daar niet stand-to-pay een antwoord op hebt, maar dat je er even over kan nadenken. En daarna, of aan het eind van de vragenronde van het publiek, een antwoord op hebt. En ik moet mezelf ook even corrigeren, want ik maakte namelijk aan het begin van de avond een flauwe grap dat zodra het over inhoud gaat, politici niet aanwezig zijn. Dat is een flauwe, slechte grap. Dus ik ken de meeste Tweede Kamerleden die ik ken, zijn hele betrokken en capabele mensen die zich juist heel erg om de inhoud bekommeren. En dat heeft betrekking op de vraag die ik je wil stellen namelijk. We hebben hier docenten in de zaal. We hebben schoolleiders, bestuurders in de zaal. We hebben geen politici in de zaal. Maar stel nou dat ik me aangesproken voel in een van deze drie rollen, docent, schoolleider, bestuurder, politicus. In jouw verhaal, wat kan ik nou morgen zo concreet mogelijk, zo specifiek geformuleerd mogelijk doen om het onderwijs anders te organiseren, om de eerste stappen te zetten, om na te denken over een grote autonomie voor leerlingen, docenten, et cetera. Misschien kun je daar even over nadenken en ondertussen zou ik wel wat vragen willen ophalen in de zaal. Is er iemand die een vraag heeft? De spelregels zijn simpel. Die meneer laat het al zien. Gewoon even je hand omhoog steken. Even vertellen wie je bent, wat je vraag is en aan wie je hem wil stellen. En wacht even op de microfoon, zodat de mensen thuis het ook kunnen horen. Dank u wel. Ik wil eerst even Jozef bedanken voor een super inspirerende speech daar straks. Dank u wel, Jozef. Ik ben Tim. Ik heb eigenlijk een vraag voor Elwin. En er zijn voor mij twee, ja, persoonlijk super interessante gastsprekers ook, want ik heb zelf 7 jaar in profvoetbal gezeten. En ik hou me nu bezig met onderwijsvernieuwing en verbeteringen. Dus vind, ja, voor mij persoonlijk is dit super. En het is totaal niet om af te vallen, Elwin, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jij op, of wat Cambuur doet op onderwijsgebied voor jongens of meiden, neem ik aan, die afvallen. Die bij de club afvallen. Wat gebeurt er vervolgens met die voetballertjes? Dat is mijn vraag. Dus als een speler uitstroomt uit de opleiding, uit ons zicht gaat. Ja, oké. Okay. Ik hoop allereerst dat we, voordat dat gebeurt, al iemand daarop op voor kunnen bereiden. Dus we zijn er preventief mee bezig. En we zijn nu voor het eerst bezig echt daadwerkelijk met nazorg. Dus contact onderhouden.
alleen al contact onderhouden en er nog steeds zijn voor spelers die, die uitgestroomd zijn. Het is wel een van de gedeeltes die, die voor ons wel heel interessant is, maar uiteindelijk voor je bedrijfsvoering niet meer interessant is. Want uiteindelijk worden wij SEC, zeg maar, word ik SEC betaald om, en dat ligt wel natuurlijk een stuk breder, dat kan ik nu gelukkig schetsen, alleen om profvoetballers op te leiden. En als iemand uitstroomt, dan, ja, dan veronderstellen wij dat hij daar niet meer voor in aanmerking komt. Bizar natuurlijk, want het is wel onze verantwoordelijkheid en het blijft onze verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat die vooral, voordat we überhaupt een speler uitnodigen, begint die eigenlijk al, die verantwoordelijkheid. En die moeten we, voordat we hem uitnodigen, moeten we heel goed overwegen hoe we dat allemaal doen. Terwijl een speler bij ons speelt, moeten we heel veel overwegingen maken en een bepaalde, ja, manier van begeleiden hanteren die de transfer naar de maatschappij heel hoog heeft staan. En vervolgens zullen wij betrokken moeten blijven om ervoor te zorgen dat het kind goed terechtkomt. Nou, de eerste tekenen daarvan is dat redelijk goed gaat, maar dat het wel heel moeilijk is om daar een vorm voor te vinden die voorziet in de behoeften die er eventueel zijn. Ja. Zijn we nog niet... Nog niet heel mooi, dat is niet waterdicht. Ja. Volgende vraag. Mijn naam is Marcel Elsenaar en ik help scholen om nieuwe onderwijsprogramma's te maken. Waar ik blijf hangen in jouw verhaal, Jozef, is in de twee plaatjes van de Farinelli en de Heerser. En ik hoorde het net eigenlijk in het antwoord van Elwin ook weer terug van... We gaan de hele tijd, we schieten heen en weer tussen. We willen de Farinelli zijn, maar we hebben ook met die heerser te maken. Het is een soort duaal iets van, je schiet of in het ene of in het ander. Zou je er alsjeblieft een derde plaatje tussenin willen zetten? En daar heb jij een beeld bij. Toen ik over mijn eigen vraag nadacht, kwam het beeld van een regisseur. Die uiteindelijk situaties creëert waardoor het spel goed gespeeld kan worden. Ja. En dus eigenlijk die faciliteert. Dat, en die zowel het een als het ander op de een of andere manier in zich opneemt. Ja. Nou, ik zit ook in die richting te denken. Wat ik eigenlijk heel hoopgevend vind... is als je veel ruimte geeft aan het linkerrijtje, aan de Farinelli. Mensen die daarin werken en daar ruimte geven, die willen ook graag laten zien dat ze goed zijn. En daar zie je vaak dat daar kwaliteitseisen aan zichzelf geformuleerd worden, die hoger zijn dan ze vroeger opgelegd werden. Omdat je er eer in legt om mooi werk te maken. En dat brengt voor mij wel een verschuiving teweeg, waarbij je vanuit die linkerkant ook dingen gaat organiseren op de rechterkant. En het is veel makkelijker te pruimen, omdat je het zelf regisseert. In die overgangssituatie, en ik denk dat daar een hoge... je zou kunnen zeggen dat er heel mooi vakmanschap van schoolleiders gevraagd wordt, om die twee werelden bij elkaar te brengen, ruimte te geven aan die linkerkant. En als daar initiatieven ontstaan, ook dat ondersteunen en mogelijk maken. Vervolgens denk ik, en dan pak ik gelijk een stukje van het antwoord wat ik Rick schuldig ben hierbij. Er zijn nu al heel veel mogelijkheden binnen het onderwijs om die ruimte te pakken. Er is veel meer experimenteerruimte dan we voor mogelijk houden. We zijn langzamerhand ook al een beetje gevangen geraakt in... de slachtoffer van de regels, de procedures, de administratie en dergelijke, waardoor je het geloof gaat verliezen dat er nu al iets te doen is. En door het te doen, bijvoorbeeld in proeftuinen, in kleine speeltuinen, ik bedoel dan in figuurlijk, in overdrachtelijke zin, hè, speeltuin, groepjes leraren die aan vernieuwingsactiviteiten beginnen, zet er de schijnwerper op, maak het mogelijk, wees er trots op en je zal zien dat dat gaat groeien. En nodig de inspectie uit om te kijken hoe je het doet. En ze zullen het fantastisch vinden.
Uiteindelijk gaat mijn pleidooi natuurlijk veel sterker. En daar zijn we nog lang niet aan toe. Je zou kunnen zeggen in de extreme vorm het overboord zetten van de voorgeschreven leerstof. Nou, dat is een vorm van professionele zelfmoord plegen om dat te uiten. Maar ik zou wel graag in die richting willen, omdat ik iets anders op het sporen ben, wat we allemaal belangrijk vinden en waar we nu heel moeilijk handen en voeten aan kunnen geven. Dat zit hem zowel op het niveau, op het microniveau van de leraar, de schoolleider die daar een heel krachtig beeld over heeft en mogelijkheden ziet om het met zijn team aan te werken, en een bestuurder die merkt dat hier iets bijzonders aan de gang is, wat de moeite waard is en wat even in de luwte gehouden moet worden, wat beschermd moet worden, waar je voorzieningen voor kunt treffen om het een kans te geven. En dat samenspel, dat is heel erg boeiend en daar valt heel veel in te winnen. En de echte vernieuwingsscholen zijn ook al heel ver in dat spel op een nieuwe manier uit te vinden. En je merkt ook dat het brengt een nieuwe vorm van bevlogenheid weer in de school. Dingen gaan makkelijker. Het vakmanschap wordt op een nieuwe manier gewaardeerd. En het oogst ook bijval van de omgeving. Ik denk echt dat we op een keerpunt zijn. En het voor deze gedachte op het ogenblik veel meer ruimte is dan een aantal jaren geleden. Dus ik heb makkelijk praten. Zeker. Het deel van waarom ik ben het heel erg met je eens. En tegelijkertijd wil ik een ander punt onderstrepen wat jij zei. Ik heb een prachtig proeftuin mogen maken, het Econasium op het Comenius Lyceum in Amsterdam-West. En tegelijkertijd staat het voortdurend onder druk, omdat de gewone resultaten erg moeilijk goed te houden zijn. En dan zit je onmiddellijk in die spanning van leerlingen die eigenlijk al minder bagage van huis uit hebben, die minder talig zijn, dus moeite hebben met de examen. En dat je toch met een groep docenten strijdt om die proeftuin met leerlinggestuurd onderwijs, probleemgestuurd onderwijs vorm te geven. En daar zie je, juist deze leerlingen hebben het zo nodig. En dat onderstreepte jij ook als een van de vijf thema's. Dus dat wil ik wel even nog benadrukken. Is er nog een volgende vraag? Ja. Ik kom naar u toe. Mijn naam is Dorien van Drunen en ik heb een vraag aan Jozef. Wat er de hele lezing door mijn hoofd heen gaat, is het ontdekken dat het je iets oplevert moeite doen. Inspanning leveren. Omdat je eigenlijk een zoektocht hebt naar waar je voor gaat of wat je passie is. Want dat is een hele moeilijke opdracht, denk ik, je leven lang misschien wel. Waar moet ik dat plaatsen? Dat dingen moeite mogen kosten. Ook vanuit het perspectief van de leerlingen. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Moeite, discipline, concentratie. 10.000 uur oefenen is nodig om goed te worden. Maar ik breng het alleen op voor een thema waar ik zelf voor gekozen heb. En het is heel moeilijk om het te doen op een domein wat mij opgelegd is. Dat zou een deel van het antwoord zijn. Er speelt iets anders doorheen en ik denk dat misschien in Nederland ook wel sterk ontwikkeld is. Ik ben opgevoed met een opvatting, Jozef, in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen. Dus iets wat geen moeite kost, wat geen pijn doet, kan niet goed zijn. Lummelen, spelen varen, spelen, dat kunnen we niet serieus nemen. En daar vecht ik nog elke dag tegen. En het zit heel diep. En dat probeer ik ook een beetje van kwijt van te raken. En die gehoorzaamheid, die discipline die daaruit voortkomt, te vervangen door emancipatie. En dat ik zelf kan kiezen voor iets wat ik heel belangrijk vind. En dan kost het me minder moeite. Ja, het is hard werken. Maar dan doe ik die oefeningen, dan doe ik die 10.000 uur. En ik hoop dat het. Dus ik, twee dingen die daar doorheen. Ik erken het dat het belangrijk is. Een topprestatie komt alleen als je er heel hard voor werkt. Dat is één kant. Maar
Tegelijkertijd speelt er ook iets mee wat iets wat makkelijk en plezierig is, kan niet serieus zijn. En daar heb ik last van. Ja. Sorry. Ik ben benieuwd of er ook niet plezier in iets kan komen wat je oorspronkelijk eerst niet leuk vindt. Dus dat je door een inspanning te leveren iets leuk kunt gaan vinden. Ja. Ja, het gevoel van bekwaamheid geeft natuurlijk een heel sterk gevoel van bevrediging. Hè? En je moet dan door de zure appel heen. Of, Jozef, het is wel even ingewikkeld, maar gewoon doorbijten, tanden op elkaar en door. Hè? En dat lukt mij als ik in staat ben om dat perspectief te zien. Ik denk dat bijvoorbeeld kinderen met veel bagage makkelijker die tijdsperiode kunnen overbruggen. En zeggen, oké, het is maar 1 jaar, het is maar 2 jaar. En ook, ik heb er toch wel veel van gehad. Het heeft me toch wel nieuwe dingen gebracht. Maar er zijn ook jongeren waarbij die tijdspannen die zij kunnen overzien om daar gedisciplineerd en geconcentreerd heel kort is. En die raken we kwijt. En daar gaat mijn grootste zorg naar uit. En dan vind ik het helemaal niet erg dat ze iets kiezen wat niet past in het formele curriculum. Als ze het gevoel van bekwaamheid ervaren, breidt zich dat ook uit. Ja. Ik vertel dat ik vorige week hier naar Amsterdam verhuisd ben. En mijn huis moest een beetje opgeknapt worden en ik werk met wat oudere vaklieden. En ben niet altijd thuis, dus we moeten iets regelen met de sleutel en zo. En kunnen ze aan de slag. En ik zeg, kunnen we niet met de mail een afspraak maken? Ik ben de komende dagen een beetje moeilijk te bereiken. En dat is zo'n oude, ervaren man. Een fantastische loodgieter met gouden handen. Dat hij dan mij niet een berichtje durft te sturen. Hè? Maar hij leert me wel hoe ik met WhatsApp voiceberichten kan inspreken. En is dus heel trots erop dat hij mij dat geleerd heeft. En ik met hem doe dat nu. Hè? Dat is een ander punt. Maar dat je dus in de 60 moet zijn en dan nog ondergebukt gaan. Terwijl er zoveel andere dingen mogelijk geweest waren. Dat vind ik schijnend. En daar haal ik ook een beetje de motivatie vandaan om een ander perspectief te kiezen. Ik ben niet tegen leerstof, ik ben niet tegen examens. Maar mensen die er last van hebben, hebben een andere route nodig. Ja. Ja. Hoi, ik ben Chip de Jong. Ik heb een vraag voor Elwin en Femke. Als vader van kinderen was ik wel benieuwd, valt het me wel eens op dat best wel wat ouders soms op gymnasia de nacht voordat je kan inschrijven al bivakeren om te zorgen dat hun kinderen naar een goede school kunnen gaan en soms zelfs topklasonderwijs willen afdwingen of naar de rechter gaan als kinderen niet bepaalde testjes halen. En ik betrap me er soms ook wel eens op dat ik dan toch een beetje ga checken, hè, of het er wel in zit. Als we nou willen beelden of beelddoen willen denken, wat moeten ouders dan doen, denken jullie? Goeie vraag. Ja, goede vraag. Ik moet er even over nadenken. Wat ik wel denk, is gewoon al open zijn voor het idee dat, dat een leerbaan niet zo recht hoeft te zijn. Dus dat die niet bestaat uit, maak nu het gymnasium af, ik ga naar de universiteit. Dan werkt me dat er ook ruimte mag zijn om te exploreren. Dus als je daarvoor een jaartje nodig hebt om even ergens anders ervaring op te doen, om daar dan de ruimte voor te bieden. Daar kom ik als eerste op. Jij? Ja, ik denk dat wat ik een ouder zou... Wat ik een ouder zou adviseren, en afhankelijk van de setting dan zou ik de woorden moeten kiezen, maar is te bepalen wat uiteindelijk, wat jij uiteindelijk als ouder het allerbelangrijkste vindt voor je kind. En waarschijnlijk zullen de meeste mensen geluk of gelukkig of iets in die trant antwoorden. En als we dan doorredeneren, dan zullen we waarschijnlijk tot de conclusie komen dat die zaken niet geheel materieel, maar wel ergens aan status gerelateerd
niet direct het allerbelangrijkste zijn. En daar zijn ook heel veel mensen die heel groot geworden zijn in bepaalde vakgebieden levende voorbeelden van. Dus ik hoop dat een gesprek daarover dan hen een breder perspectief zal geven. Ja. Ik denk dat vertrouwen schenken, dat het belangrijkste is. En dat je aanwakkert wat er al aanwezig is. Ja. Pot van wat een wijze antwoorden, jongens. Is er nog iemand met een vraag? Ja, ik geef de microfoon even door. Ik ben Nick, werkzaam in de sport. Waar ik me net heel erg in herken is het bieden van perspectief en dat een motor kan zijn om te leren. Ik denk de kinderen in de jeugdopleiding bij Elwin die willen heel graag profvoetballer worden. En hebben daarmee een ontzettende motor om te leren. Nu zie ik het onderwijs als een domein om je voor te bereiden op een arbeidspositie in de maatschappij. Misschien is dat een hele foute gedachte van mij, maar excuses als ik daar mensen mee beledig. Maar kun je van kinderen verwachten dat zij al een perspectief hebben wat ze voorbereidt in de volwassen wereld? Hoe werkt dat bijvoorbeeld in het primair onderwijs? Hoe zou je daar perspectief kunnen bieden om dingen te ontdekken? Is mijn vraag aan jullie alle drie. Nou, hier komt natuurlijk ook een beetje mijn pleidooi voor het herinvoeren van de kinderarbeid. In elk geval door ze weg te houden van beroepssituaties wordt het steeds moeilijker om je daar een beeld van te vormen. Dat is een reden waarom ik die cirkel van ervaringen opdoen op een veilige manier zou willen uitbreiden. En dan kom ik ook in werkverbanden terecht. Dat is een oriëntatie die ik veel belangrijker vind dan bijvoorbeeld een beroepskeuzetest of een intakegesprek op een mbo-school. Een andere invalshoek is, en daar heb ik de afgelopen jaren in ons masterprogramma Human Resource Development mee geëxperimenteerd. Een belangrijk doel is dat mijn studenten vakmanschap ontwikkelen en bestuderen hoe je krachtige opleidingsleersituaties, ontwikkelsituaties voor volwassenen creëert in het werk. En een van de onderdelen is dat zij dan bijvoorbeeld in gesprek gaan met hun vader of hun moeder rond de vraag van wat doen jullie op het werk, want beide ouders werken vaak, wat doen jullie op het werk om goed te worden of om dit vak goed uit te kunnen. En dan merk ik dat mijn studenten vaak voor de eerste keer met hun ouders een gesprek voeren over welk werk doe je eigenlijk. Wat is daar belangrijk aan? Wat is daar lastig aan? Als iemand nieuw komt, waar heeft hij het moeilijk mee? Hoe helpen jullie die? Op welke manier bereid je iemand daarop voor? En een volgende stap is vaak dat die vader of die moeder zo'n student uitnodigt om bij hun in het bedrijf zo'n leertraject te ontwerpen. Wat ze vervolgens als proeven van bekwaamheid bij mij indienen. En ik vond het een hele wonderlijke bijvangst van het inrichten van een onderwijssituatie, dat er andere gesprekken plaatsvinden tussen zoon of dochter, student en hun ouders. En dat maakt me ook duidelijk hoe weinig oriëntatie op de arbeidsmarkt, als je die voorbereiding, die kwalificatiefunctie heel belangrijk vindt, hoe weinig we daaraan doen. En dat zou veel sterker kunnen. Dus ik hou er zeker een pleidooi voor, want ik noemde ze allebei, hè, die kwalificerende functie en die vormende functie, ze gaan echt hand in hand. Ja. Maar je moet er wel mee in aanraking komen en mensen dan niet weghalen. We proberen wel omwegen te maken, bijvoorbeeld beroepsopleidingen die hun eigen bedrijf stichten. Ja. Maar het zou veel soepeler kunnen. En ook veel vroeger. We gaan in het kader van de tijd naar de laatste vraag. Meneer. Ja. Ik kom wel eens in leerbedrijven, erkende leerbedrijven. Een fietsenmaker of een garage of een restaurant. En
die geven dus de gelegenheid aan mbo'ers hun vak te leren. En dat gaat dan met leermeesters of praktijkbegeleiders. En die zeggen me altijd van als zo'n kind hier binnenkomt van een jaar of 17, is altijd ontzettend schuchter en onzeker. Maar wij hebben ze binnen 3 maanden, dan zijn ze lekker aan de smaak te pakken van het vak en ze groeien persoonlijk. En dan kan je dus 2 dingen zeggen. Ofwel van, hoe kan het nou dat die kinderen na 14 jaar onderwijs zo schuchter en onzeker zijn? Maar je kunt ook zeggen, het is toch geweldig dat die leermeester er zijn en die praktijkbegeleiders die dus kans zien om die kinderen bij zichzelf dingen te laten ontdekken die ze waarschijnlijk nog niet wisten. Maar dan zeg ik, in de leefwereld van die kinderen zijn er niet alleen maar die praktijkbegeleiders, maar dan heb je ook sportcoaches en kunstenaars en jongerenwerkers. Die doen dus allemaal mee in de vorming van die kinderen. En ik vraag me wel eens af van, maar dat zijn hier veel onderwijsmensen, in hoeverre vanuit onderwijs ook echt onderkend wordt en gezien wordt wat de belangrijke rol is van al die andere bondgenoten. En daar zou een van ons bevestigend op moeten antwoorden nu. Ja. Nou, het ligt een beetje in het verlengde van het voorgaande. Blootstellen aan gevarieerde, maar veilige ervaringen is zo ontzettend belangrijk. Ik heb zelfs de indruk als iemand een tijdje in zo'n werkomgeving gewerkt heeft, deel uitmaakt van het gezelschap dat nodig is, elke dag moet zijn. Er wordt op gerekend dat ik daar ben. Hè. Het is net als ze 10 centimeter groter zijn als ze terugkomen na een paar weken. Hè. Dus het lijkt alsof ze fysiek groter zijn geworden. Ja. Dat zou ik dus veel vroeger willen hebben. Het is gewoon jammer dat je dat pas op je 15e, 16e meemaakt. Ja. Ja. Voordat we afsluiten, als laatste vraag, zou ik je nog willen vragen, Jozef. We zijn aan het wachten op een coalitieakkoord, al een tijdje. Maar er zijn ook een aantal, ja, er zijn sowieso nog een aantal Tweede Kamerleden die de onderwijsportefeuille al hadden onder het vorige kabinet. Maar er zijn zeker ook een paar nieuwe Tweede Kamerleden bijgekomen die jong zijn en gedreven en zeer capabel en de onderwijsportefeuille hebben gekregen als Tweede Kamerlid. Wat zou je hun adviseren om te doen? Ja. Als je zo zegt, ze hebben de portefeuille gekregen. Nou ja, ik weet niet hoe dat wordt. Dat zal misschien per politieke partij verschillen hoe dat georganiseerd wordt. Er gaat natuurlijk een wereld achter schuil. Natuurlijk meteen een fout in zin één. Ja. Ik hoop dat ze hem gevraagd hebben. Ja. Hè? Dus het zijn ook mensen met een hart voor onderwijs. Ik zou ze zeker aanraden om die vernieuwingsscholen op te zoeken. Daar is heel veel te leren. En die mensen kunnen je daar zo vertellen wat er mogelijk is, wat er lastig is. Daar hoeven helemaal geen hoogdravende onderwijsvernieuwers voor bij te passen. Dus er ligt echt goud in het onderwijsveld. En het vraagt om sorry. Een soort bundeling om erkenning, waardering en meedenken. Hoe kunnen we hier nou meer van krijgen? Ja. Zijn er dan 2 of 3 scholen waarvan je zegt, daar moeten ze sowieso heen? Nou, ik werk nu met leerlingen van de Agora-school in Roermond. Mm-hmm. Nike? Binnen de Nike. En ik vind dat echt heel fantastisch. Ik maak met een van de studenten, van die jongeren, een film over de leraar in de 21ste eeuw. Waar dus de leerlingen daar een beeld over schetsen. Maar ze komen nu in het 3e jaar, een 4e jaar. En ze moeten nu die onderwijsprestaties laten zien. En je ziet dus dat al die aantrekkelijke dingen er weer uit verdwijnen. Want we hebben de belofte gedaan dat je allemaal een diploma krijgt. Dus die jongeren die gaan natuurlijk ook het gevoel krijgen van, de afgelopen jaren was dus niet echt. En daar zou je dus die ruimte voor willen behouden. En daar zijn wel echt grote stappen voor nodig. En er is ook bij politici moed voor nodig. Ja. Om die lijn door te trekken. Ja. Ja. En ik denk dat we dat vanuit onze kant kunnen ondersteunen door te zeggen, er is echt een solide, conceptueel verhaal te vertellen waarom de wereld niet vergaat als je niet op die en die manier test en examens afneemt. En laten we zoeken naar een andere vorm die datgene wat we echt belangrijk vinden, wat ook allemaal in die schoolplannen staat, hoe we dat aan de buitenwereld op een overtuigende manier zichtbaar kunnen maken. Helder.
Mag ik dan namens de balie Jozef, jou en zeker ook Femke en Elwin jullie ontzettend bedanken voor jullie bijdrage van vanavond. Dankjewel. Mag ik jullie onwijs bedanken voor jullie aanwezigheid en geëngageerde, geïnteresseerde vragen. Ik hoop jullie vaker hier terug te zien. De bar is nog steeds geopend voor degenen die niet direct weg hoeven. Wellicht kunt u nog een brandende vraag stellen aan een van onze gastsprekers. Dank en wel thuis. Tot ziens. Thank you.